Welkom bij jongens versus meisjes in Minecraft. Vandaag zitten Lot en ik vast in een escape room. En wij hebben beide dezelfde escape room gekregen. En gaan op die manier kijken wie er beter is. De jongens of de meisjes in het ontsnappen. En doe zeker een duimpje omhoog als jij denkt dat je zou kunnen ontsnappen. Welkom bij team jongens natuurlijk. Welkom bij team meisjes. Ik word hier wakker in een of andere blauwe tent in deze gigantische escape room. Zoals je kan zien met allemaal blauwe kleuren. Zelfs de bomen zijn blauw. Ik word hier wakker in mijn tentje en... Wow, kijk waar we zijn beland. Alleen, vandaag moet ik proberen om te ontsnappen. Oh ja, en over ontsnappen gesproken te hebben, ook moet Lotte ontsnappen uit een escape room die precies hetzelfde is. Alleen misschien een andere kleur dan blauw. Ik denk roze, ik weet het niet zeker. Laat het weten in de reacties hier beneden. Allemaal roze dingen. Roze lantaarnpaal en een roze boom. En wow, allemaal kleine varkentjes, die zijn ook roze natuurlijk. In ieder geval, ik werd wakker in deze blauwe tent en er staat een heel avontuur op mij te wachten. En blauw vind ik eigenlijk niet zo heel erg, want blauw is de kleur van mijn beste vriend. Maar ik ben, ja, ik hou liever van geel. Maar maakt niet uit, ik zie hier een boekje en laten we meteen beginnen. Eens even kijken, hier staat uitleg. Hoi team jongens, vandaag spelen jullie een escape room tegen de meisjes. Oftewel, tegen Lotte natuurlijk. En het doel is om als eerste de stenen deur open te krijgen. Vandaag spelen jullie een escape room tegen de jongen. Wat? Een escape room? Oh, dat is echt super vet. Maar ik weet wel dat het altijd echt heel moeilijk is. Het doel is om als eerste de stenen deur open te krijgen. Door richtingen te vinden over de map. Veel succes. Richtingen. Beel in de volgorde. Breek niks. Dat is het? Ik mag niks breken en ik moet een soort van, ja, richtingen vinden. Geen idee, maar dit is denk ik een stenen deur waar we uit moeten ontsnappen. Als dat ons lukt, dan, ja, dan heb je gewonnen, denk ik. En het is een wedstrijd, namelijk wie is er beter, de jongens of de meisjes. Dus het is Lotte tegen ik. Oké, waar moeten we beginnen? Ik denk gewoon vooraan. We moeten dus in volgordes werken. We moeten een beetje de map bekijken. Oké, hier ligt een appeltje. Misschien dat we die nodig hebben. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Mijn doel is dus als eerste de stenen deur open te krijgen. En ik denk dat dit de stenen deur is om open te krijgen. Want nergens anders een stenen deur. Dus ik denk dat dit het gaat worden. We moeten dus alles goed bekijken. We kunnen hier niet naar boven. We mogen dus niks breken. Dat stond in de regels. Het ligt hier wel toevallig. Is er een aanwijzing hoe we kunnen ontsnappen? Wat ik weet is, er zijn hier een paar verschillende pijlen. En ik denk dat we hier sowieso iets mee moeten doen. En ik zie hier een 1, een 2 en een 3 op. Ik zie 3 verschillende pijlen met een volgorde van 1 tot 3. Oké, goed nadenken. Als jullie weten hoe dit moet, of als jullie tips weten, laat het zeker weten in de reacties. Want ik heb echt geen idee waar ik moet beginnen überhaupt. Maar ja, ik denk dat ik misschien deze pijlen in een volgorde of in een richting moet zetten. Maar hoe moet ik in vredesnaam weten welke richting ik op moet gaan? Er moet iets zijn. Er moet wel iets zijn. Bij ons tentje hebben we iets over het hoofd gezien. Oh, torch. Oké, een torch en 15 broodjes. Waarom heb ik die barrel net niet gezien? Oké, we hebben 15 broodjes en een torch. Moeten we iets met de torch doen waardoor de, ja, iets afgaat van redstone of zo? Kan dat? Wat is dit? Oké. Huh? Oké, dit is sowieso een rol. Er ligt hier een briefje. 1 is oost. 1 oost. Oh, 1 oost. Wat bedoelen ze daarmee? We moeten hier kruidje. Oké, wacht. We pakken het briefje gewoon. We pakken het briefje. We houden hem bij ons. 1 oost. Ik weet dat hier een bordje is met noord, west, zuid, oost en zo. Kijk, west, zuid. Hier noord en hier oost. 1 oost. 1 oost. Hier was ook een 1. Dus even kijken. 1. Moeten we dan de pijl de richting op doen van noord, oost, zuid, west? Dus dan is het west en dan is het oost. Dat is die kant op. Dus dan moeten we de pijl, denk ik tenminste, die kant op doen. Dat de pijl naar het oosten wijst. 1 is oost. Dit is ook 1. 1 oost. Oké, ik denk het. Dat is het meest logische wat ik kan vinden hier. Waar gaat het in vredesnaam? Oh, wacht. Je hebt natuurlijk noord, oost, zuid, west. En dat is het noord, oost, zuid, west. Dat is noorden. Sorry, ik bedoel het andersom. Maar het heeft misschien iets te maken. Want... Oké, denk goed na, Lotte. Je hebt richtingen. En wat zijn richtingen? Dit zijn richtingen. Richting noord, richting zuid, richting de tent, richting de boom. Dus het is ergens heenwijs natuurlijk. Maar, dit is echt moeilijk. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn. Oké, help me alsjeblieft hoe dit moet. Ik snap er niks van. De tijd dringt. We weten niet hoe ver Lotte is. En we moeten dit echt zien te winnen. Eens even kijken. Ik wil echt niet verliezen van Lotte. Ik weet zeker dat ik beter kan ontsnappen dan Lotte. Oké, die wensput.
gebeurd? Hebben we daar al gekeken? Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ik zie daar ook een briefje. Hier naar beneden. 2 is rechts beneden. Oké, we pakken het briefje. Dan moeten we weer naar boven. Zeker een soort van kleine parcours. Wacht eens even. Ik zie hier nog een kaartje. 1 oost. Oost. Oké, 1 is oost. Maar hoe moet ik met een pijl oost? Huh? Wacht, misschien moet hij naar het oosten wijzen. Wacht. Beneden toch? Even kijken. Rechts beneden. Dit was 2. Zit daar boven. En dan rechts naar beneden. Dat is deze, denk ik. Dit is dus 1. En wat is ook weer het noorden en wat is het oosten? Het oosten is... Oké, het oosten is die kant op. Dus de pijl moet naar mijn tent wijzen, denk ik. Ik denk dat ze dat bedoelen. Zo, oost. Is het goed? Ik weet het niet. Hallo? Bij het water zat niks. Oh, dat plantje is super raar. Oké, bij het water zat niks. We hebben 2 pijlen goed. Maar we weten niet eens of die pijlen iets te maken hebben met de deur überhaupt. Dat is wel een dingetje. Misschien is het wel voor iets anders. Hier zijn we geweest. We hebben hier al gekeken, toch? Volgens mij, tenminste, dat dacht ik. Hier hebben we alles goed bekeken. Ben ik goed naar beneden gedoken? Oh, dat kan helemaal niet. Dit is het onderste puntje. Oké, we pakken de toorts erbij. We hebben tenminste wat licht hier. Ik denk dat we iets met de toorts moeten doen. Ik bedoel, waarom zouden we anders een toorts krijgen? Iets met een toorts moeten gebeuren. Moeten we een toorts ergens bijzetten of iets? Sir, heeft hier iets te maken? Maar ik denk gewoon dat we overal moeten gaan zoeken waar we kunnen zoeken. Hier, water. Is hier iets? Misschien iets bijzonders of zoiets? Of, kunnen we hier iets vinden? Is hier misschien een kaartje op de grond? Hallo? Ik zie tot nu toe niks. Wat zal die Endel doen? Eens eventjes kijken. Oh, ik hoorde iets. Ik hoorde een luikje opengaan of iets. Hoorden jullie dat ook? Laat het weten in de reacties of jullie dat ook hoorden. Ik hoorde wel iets tenminste. Eens even kijken. Waar, oh waar. Ik hoorde het volgens mij aan deze kant. Is er een luikje opengegaan bij de boom? Het zou me namelijk niks verbazen. Oké, nee, hier niet. Misschien een stukje hoger. Kan hierop? Eens even kijken. Als we nou een sprongetje wagen. Oh, wacht. Als we nou hierop gaan en dan daar, kan dat? Ja, dat kan. Oké, dat is perfect. Waarschijnlijk moeten we daar iets mee doen. Oh, we moeten niet doorrennen. Oké, niet doorrennen, Dennis. Niet doorrennen. Ik ben zo benieuwd hoe ver Lotte is. Oké, dat was een hele verkeerde sprong. Hallo meneer de varken. Zit u toevallig vast hier? Oh, waarom lopen we hier ook weer in? Oké, ik zie hier een grote boom natuurlijk. Dingen. En het is hier licht. Hallo? Oké, ik kan hier wel heel ver omhoog. Hallo? Wacht, dat is een blaadje. Oké, gaan we hier naar beneden? Oké, heel voorzichtig. Auw, ik mijn benen. Rechts beneden. Oh, wacht, inderdaad. En dit is 2. En 2 is rechts beneden. Dus dat is naar beneden. En dan 1 slag naar rechts, denk ik. Ja, klopt. Oh, kom, rennen. We moeten gewoon rennen. Oh, nee, het lukt niet meer. Ik denk niet dat dit de manier is. Ik weet het zeker. Ik hoorde een luik hier. Oké, ik denk niet dat dit hoort. Dit is pijl 2. Oké, hij is nu rechtsonder. En ik hoorde ook een geluidje. Iets met een soort van pisten of zoiets dat verschoof. Oké, ik weet niet waar. Of dit misschien in de boom was of niet. Waar had dit mee te maken? Oké, ik moet er niet in vallen, want dan zit ik vast, denk ik. Oké, dus waar kunnen we nog meer kijken? Roofnummer trouwens. En dat is nummer 3. Oké, dat is... Waar zou dat kunnen zijn? We zijn overal geweest. We zijn letterlijk hier in het water geweest. Misschien dan iets niet gebeurd of zoiets. Oh, kom op, alsjeblieft. Ik moet net mogelijk uitkomen. Nee. Zie ik hier iets? Nee, ik moet van Dennis winnen, jongens. Nee, misschien is hier ergens achter de bomen al iets gebeurd. Of ergens anders. We moeten denk ik dubbel checken, hè. We moeten overal dubbel checken. Voordat er misschien wel iets is gebeurd. Want ik hoorde net een piston. Of hoe heet het ook weer? Een soort van de piston, ik denk. Die hoorde ik verschuiven. En dat betekent vaak dat er iets is gebeurd. Dus er moet waarschijnlijk iets zijn veranderd in deze map. Misschien hier iets veranderd. Hallo? Oh, er moet hier toch iets zijn gebeurd. Hallo? Doe de deur open. Ik wil hieruit. Kom op nou. Even. Hier een piston. Oh nee, dit is een piston. Nee, dit is een lever. Oké. Laat die omzetten. Jongens, doe allemaal nu een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet om te abonneren. Want we zijn echt bijna bij de 200.000 abonnees. En wie weet kunnen we dat wel halen voordat het einde van het jaar is. En het is een challenge voor jullie, oké? Lukt het jullie om de 200.000 abonnees aan te tikken voor 2022? Probeer het zelf. Klik om terug omhoog te gaan. Wow, hier ligt het briefje 3 rechtsboven. Oké, snel het briefje pakken. Klik om terug te gaan omhoog. Ik hoor niet. Hallo? In het water? Oké, ik ben weer boven. Ik ben geteleporteerd. Kan ik in? Ja, hij is open. Hij is open. Oh, yes. Gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Ik denk dat ik sneller ben dan Lotte, maar ik weet het niet. Doei. Rechtsboven was het toch? Rechtsboven, oké. Kom op. Ja, het is gelukt.
Gefeliciteerd, je hebt het gehaald. Jongens, we hebben het gewoon gehaald. Maar wie heeft er eigenlijk gewonnen? Ben ik eerder of is Dennis eerder? Laat het zeker weten in de reacties. Ik heb geen idee eigenlijk. Ik hoop ik natuurlijk. Dus vergeet zeker niet om te abonneren met een duimpje omhoog. En een belletje aan. En dan zie ik je bij de volgende video weer.